welkom bij deze nieuwe video Banjo Town. Vandaag is het Nederland, oh Nederland versus België. Holy shit, het ging heel snel. Ik zou even duidelijk zijn, vorige keer was het Eagles tegen Zwolle. En ik heb heel veel verzoekjes gekregen naar aanleiding van die video om het professionelere teams te kiezen. Nou, nu weet ik als ik Barcelona ga kiezen en Real Madrid, dat ik heel erg hard ga verliezen. Dit is slecht. Hoe kan dit nou? Dit een minuut. België, Nederland, aardsrivalen natuurlijk. Eerste klas. Ja, hier, die hadden we nodig. Hoppakee, en in de kruising. Daar gaat hij. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dat betekent een corner. Boom! Ja! Wat is dit voor wedstrijd? Wat is dit voor wedstrijd? Ik zit nog in mijn introductie en het staat al 1-1. Wat is dit voor wedstrijd? Gewoon erlangs, gewoon erlangs. Jammer. Nou, in ieder geval Nederland-België. Ik weet dat er heel veel Belgische kijkers zijn, dus ook voor hun is dit een beetje, hè. Hallo Belgische kijkers. Kijk hoe goed het Nederlands elftal is. Behalve met Bardo op goal. Dat hebben we nu al bewezen. Nu komt het. Lens. Ja. Hier gaan we. Stop de bal, maar het gevaar blijft. Lens. Vijf rode kaarten. 3, 5, 9. Oh, die was heel scheef. Ja, dit is echt goed. Het schot is op doel, maar dat scheelt weer zo weinig, hè. Yay! Erop dat dit slecht af zou lopen voor ze. Maar de verdediging was alert en het gevaar is weer voorbij. Ja, nu kan hij de bal voor de goal gooien. Ja, daar komt hij. Dit is zo voor lang. Oh. Met één hand en we geven die bal voor. En hij is bij de bal. Deze zat er wel echt aan te komen. Een afro duurt. Wel gezellig. Je komt ze niet meer zo vaak tegen, de afro's. Even nog. Net voor rust die 2-2 erin leggen. Nee! Daar gaat hij. Bal blijft. Nee. Weg die bal. De Bruin. Wat een racistische achternaam. Daar laten we lopen! Is gespeeld. 2-1 en help me best wel door mogen laten lopen. Ja, nee! Wat is dit nou? Ik wou hem doorpassen, maar ik was één knie. Rennen! Die bel is te ver! Nee, toch niet! De keeper mag een doeltrap nemen. Ik word hier gedold in mijn eigen strafschopgebied. Ja. Hier. Ja. Hier gaan we. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wat een vaart. De bal wordt tegengehouden voor het doel. Had ik niet hoeven doen. Wat doe je nou? Ik zit 500 keer te klikken. Geen overtreding daarover. Doe die fucking paas. En nog één. En nog één. Doe dan ook die paas. Ik zei nog er nog één. Ik klikte ook voor nog één. Ja. Ja, dit wordt hem. Kansrijk uit. Ja, en nu? Probeert het. Kom op. Er niet in om te scoren. Janmaat. Ja, dit is weer zo bagger. Ik durf mijn muts ook af. Een kwartiertje te spelen. 1 doelpunt.
De Jong. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Ja! Ja! Shit! Kijk dan. Oh. Ja, ze schieten gewoon te vaak mis. Ze schieten gewoon te vaak mis. Ik ben een volkomen achterlijke mogol. En ik ga praten over het spel. Fuck jou, Jury Mulder. Je wil gewoon geld bij verdienen. Doe die bal nou. Kom op! Is het de fluit nog voor een overtreding? En het spel gaat alweer door. Hij mag wel uitkijken, want hij heeft. Nee! Zet de blaas voor het einde van de partij. 2-1. 2-1 heeft Nederland verloren van België. Bedankt voor uw aandacht. Het is niet de fout van de spelers, het is echt mijn fout. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je deze video leuk? Geef vooral een groen duimpje en deel deze video met al je vrienden. Ik ga in de hoekje zitten huilen. Oh, hoe kan het, Bardo? Het sloeg ook helemaal nergens op dit doelpunt. Nog bedankt voor het kijken van deze video. Geef vooral een groen duimpje, deel met al je vrienden. Ik ben binnenkort weer terug met een nieuwe FIFA-video. Later! Bye!